Den Haag is weer kampioen NK Tegelwippen en wint de Gouden Tegel. Net als vorig jaar wipte Den Haag de meeste tegels van Nederland. 307.178 tegels maakten plaats voor planten. Daarmee laten ze 134 andere gemeenten achter zich. Den Haag heeft de Gouden Tegel weer gewonnen omdat er ontzettend veel bewoners zijn die zich inzetten voor het groener maken van de eigen buurt. En de gemeente pakt zoveel mogelijk kans om ook stenen uit straten en pleinen te halen en groener te maken, al dus wethouder-kapiteins. Zo is er meer dan 14.500 vierkante meter tussen en langs Haagse trambanen vergroend. Het NK-tegelwippen werd voor het derde jaar georganiseerd.